Als ik in de les zit, dan zie ik de ene helft van de klas die let wel op en de andere helft van de klas die let niet op. Hoe houdt u uw les interessant voor alle leerlingen? Beste Emma, wat een goede vraag. Ik gebruik bijvoorbeeld van die ijsstokjes om eventjes een naam op te schrijven. En dan pak ik steeds uit het bakje een stokje, zodat ik zeker weet dat ik mijn beurt heel goed spreid in de klas. En niet dat ik steeds dezelfde leerling in de beurt geef. En dat, dan weet iedereen dus dat hij aan de beurt kan komen en dat hij dan dus moet zorgen dat hij oplet. Want anders weet je niet wat het antwoord is op de vraag. En leerlingen vinden het meestal wel leuk om wel het antwoord te weten. Ik probeer altijd zoveel mogelijk variatie in mijn lesstof te brengen. Dus hoe bied ik het aan? Ik probeer altijd spelvormen te bedenken. Als ik bijvoorbeeld woordenschat wil herhalen, doe ik dat bijvoorbeeld door middel van bingo, door middel van domino, door middel van Kahoot of andere ICT-dingen. Ik probeer eigenlijk altijd zoveel mogelijk variatie en spelvormpjes in mijn les te brengen. Ik vind dit de moeilijkste vraag, maar wat ik in ieder geval probeer is door meer vragen te stellen dan antwoorden te geven of alleen maar te praten. Dus het gesprek aangaan, met elkaar nadenken en dat doe ik door rond te lopen, groepjes te maken, uitdagende opdrachten te bedenken waar iedereen iets mee kan.